In elk plaatje is elk bolletje één jaar tussen 1973 en 2009. En elke lijn geeft de relatie weer tussen geluk en het inkomen. En u ziet dat in al die landen de relatie positief is. Waarom maakt geld wel gelukkig? De Universiteit van Nederland presenteert economen professor Dr. Barbara Baarsma. Tegenstanders van marktwerking geven de markt de schuld van ongerechtvaardigde zelfverrijking, ondeugdelijke dienstverlening en ongunstige arbeidsvoorwaarden. Dat is onterecht, want de markt is moreel noch immoreel. Met dit mes kun je brood snijden, maar ook iemand verwonden. En op de markt zijn broden te koop, maar ook woekerpolissen. Wat ik maar wil zeggen, het goed en het kwaad zit in de mens en niet in de mes of in het markt, of in het mes of de markt. De criticasters van marktwerking die stellen dat marktwerking alleen maar gebaseerd is op eigen belang en daarom het slechtste in de mens naar boven haalt. Zij vergeten drie dingen. Ten eerste dat het nastreven van eigen belang nodig is om welvaart te creëren. In de woorden van Adam Smith: "It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest." Het is in je eigen belang om brood aan te bieden, om slager te, of om vlees aan te bieden. En daarmee creëer je welvaart. Even verderop beschrijft Adam Smith hoe mensen die hun eigen belang nastreven, tegelijk ook een maatschappelijk belang nastreven. "By pursuing his own interest, he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it." Mits de markt aan bepaalde voorwaarden voldoet, niet faalt, creëert marktwerking welvaart, meer welvaart voor iedereen. De winst van de een is niet het verlies van de ander. Van een broodje worden zowel de hongerige klant als de bakker beter. Ten tweede, en ik gaf dat al aan het begin van dit college aan, de hebzucht zit in de mens, niet in de markt. Ook in een communistische economie kan hebzucht de kop opsteken. En uit onderzoek blijkt dat mensen gelukkiger worden van meer inkomen. Dat wordt preference drift genoemd. Ook blijkt dat mensen in ieder geval meer willen hebben dan hun buurman. Dus meer dan de mensen in hun omgeving. En dat wordt reference drift genoemd. Volgt u dat? Het is dus beter om 3000 euro te hebben als je buurman 2000 heeft, dan dat het is om 4000 te hebben als je buurman 5000 euro heeft. Hier heb ik een plaatje met op de verticale as, dat is misschien moeilijk leesbaar, geluk. De mate van geluk, de stijging van geluk door de jaren heen tussen 1973 en 2009, want daar gaan deze plaatjes over. Op de horizontale as staat het nationaal inkomen per individu, per inwoner. U ziet 9 landen, België, Denemarken, Griekenland, Italië, Ierland, Frankrijk, Nederland, de UK en hier staat nog West Germany. Maar dat komt omdat die data ook vanaf 1973 zijn. In elk plaatje is elk bolletje één jaar tussen 1973 en 2009. En elke lijn geeft de relatie weer tussen geluk en het inkomen. En u ziet dat in al die landen, behalve België, de relatie positief is. Waarom België niet? Dat kan ik u helaas niet uitleggen, want dat staat niet in het artikel. Maar daar mag u uw eigen gedachten over hebben. Ten derde vergeten de criticasters die zeggen dat de markt alleen maar hebzucht en het slechte in de mens oproept, een hele belangrijke ingrediënt van marktwerking. En dat is mededinging. Als er voldoende concurrentie is, wordt het hebberige gedrag van een aanbieder die probeert zijn klant een poot uit te draaien afgestraft omdat die klanten met het grootste gemak naar een ander kunnen gaan. Het marktsysteem faalt
als aanbieders door te weinig concurrentie machtsposities kunnen opbouwen. Want dan raakt de verhouding tussen eigen belang en maatschappelijk belang zoek. In die gevallen is er een rol voor de overheid. En dat op een ongereguleerde markt het nastreven van eigen belang kan omslaan in ongebreidelde hebzucht, bleek ook tijdens een experiment dat ik in het kader van dit college heb uitgevoerd op een middelbare school in Amsterdam. En dat bedoeld was om het prijsmechanisme uit te leggen. In het experiment kreeg de koper of verkoper die het meeste surplus wist te genereren over een aantal handelsronden de opbrengst in euro's uitbetaald. Een van die deelnemers, een koper, die trachtte eerst een kartel te sluiten met een verkoper. Die verkoper zou dan het maximale surplus gunnen en dan zouden ze naderhand de opbrengst delen. Maar toen versprak de verkoper zich tegen de marktmeester, tegen mij, en toen ontplofte het kartel natuurlijk ter plekke. Maar die koper die was daar niet zo heel erg van onder de indruk, want die ging vervolgens gewoon een kartel sluiten, horizontaal dit keer, met een andere koper. En wat spraken ze af? Dat als ze nou een hele hoge kaart kregen, dus veel budget zouden krijgen, dan zou die ene koper het aan de eerste kartelist geven, omdat die stond al lekker hoog in het klassement met de opbrengst, en dan zouden ze die opbrengst later delen. Uiteindelijk was dat 18 euro overigens. We zien dat in het filmpje. Je moet gewoon goed kunnen handelen en je contacten kunnen gebruiken om uiteindelijk goed te kunnen presteren. Met je vrienden gewoon raadplegen wanneer je het nodig hebt. En de concurrentie uitschakelen. Ik gun het ook. Ja, precies. En dan moet je gewoon met elkaar delen als je wint samen. Fraude is een groot woord, maar kleine onderhandse besprekingen, die kunnen altijd wel eigenlijk. Wat vooral gebeurde toen er belasting werd gegeven? Ja, weet je, belasting is zo'n communistisch, weet je. Wij zijn daar zo tegen de school en daarom hebben wij ook gekozen om te onderduiken. En hoeveel verdien jij nou aan de winst van je vriend? Nou, daar wil ik het niet over hebben. De eerste jongen was wat openhartiger en dat was trouwens de eerste echte kartelist. Overigens corrigeerde de markt zichzelf, omdat de concurrenten van de kartelisten bij de marktmeester kwamen aangeven dat er sprake was van een kartel. Maar dat gebeurt niet altijd. En laat ik een markt nemen die dicht in de buurt zit van waar we nu staan, Club R, namelijk de biermarkt, of preciezer gezegd, de markt voor pilsner dat via de tap wordt geschonken. Die biermarkt die werkt niet goed. De prijs in het café was in 2000 al een stuk hoger dan in de winkel, in de supermarkt. Als je een liter bier neemt, dus 5 fluitjes, dan was die hier al 5 keer hoger en is die sinds 2000 tot vorig jaar in het café met 56% gestegen en in de supermarkt met 22%. Dus niet alleen was hij al hoger, hij stijgt ook veel sneller in de cafés, de prijs van bier. Natuurlijk kan je dat niet één op één vergelijken, de prijs in een café en de prijs in de supermarkt. Je hebt kosten voor bediening, kosten voor het etablissement. Maar opvallend is wel dat horecaondernemers, dus ook Club R, tenminste ik ken hun contract niet, dus ik moet voorzichtig zijn, maar horecaondernemers per liter meer aan de brouwerij betalen dan consumenten in de supermarkt per liter betalen. Hoe komt dat nou dat we te veel betalen voor ons tapbiertje in het café? Dat komt omdat de tapbiermarkt niet effectief concurreert. Zo is er voor een cafébezoeker geen keuze aan de tap. Het is het merk, het enige merk dat daar geschonken wordt en verder niet. En dat is het gevolg van exclusiviteitsvereisten van de brouwerijen die eisen dat er maar één merk aan de tap mag worden geschonken. Dus voor je een café ingaat moet je goed bedenken welk merk je wil drinken, want als je eenmaal binnen kan je niet meer switchen. In Club R kan je bijvoorbeeld alleen maar Heineken tapbier krijgen. In het schap van de supermarkt staan al die merken bier naast elkaar en kan de consument de prijzen heel makkelijk vergelijken. En dat is dus hartstikke concurrerend. Dat de tapbiermarkt niet effectief concurreert, blijkt ook uit de sterke concentratie op de brouwersmarkt. De 4 grootste brouwers hebben samen meer dan 85% van de horecamarkt in handen. En tegenover die grote brouwers staan vaak kleine horecabedrijven. Meer dan 10.000 cafés en bijna 22.000 restaurants. En meer dan 2/3 daarvan is een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. De horeca is voor 30% van zijn omzet afhankelijk van bier en in cafés is dat zelfs 50%.
Er zijn nou twee mogelijkheden om uit te leggen waarom er zulke hoge tapbierprijzen zijn. De eerste is een horizontaal kartel tussen bierbrouwers onderling. De tweede is afspraken tussen de brouwer en de horecaondernemer, waardoor de mededinging wordt beperkt in het nadeel van de consument. Gaan we eerst dat horizontale kartel bekijken. In 2007 zijn bierbrouwers, niet allemaal, maar sommigen, hebben ze een forse boete gekregen van 270 miljoen euro, omdat ze in de periode 1996-1999 prijsafspraken hadden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat ze de hectoliterkorting aan de horeca hadden afgesproken. Op dit moment loopt er geen onderzoek, voor zover ik weet, naar biermarktkartels. Maar het is wel belangrijk dat de kartelpolitie alert blijft, vinger aan de pols houdt, omdat in zo'n sterk geconcentreerde markt het heel makkelijk is om prijsafspraken te maken. Bovendien blijken de prijzen van een 50 liter fust bier de afgelopen jaren tussen de brouwers heel gelijkmatig te bewegen. Nou kan dat natuurlijk zijn omdat dat een reactie is op gelijke bewegingen in grondstofprijzen of in inflatie, maar je weet het niet. De conclusie dat er een horizontaal kartel is, kan je niet zo snel uit die prijsbewegingen halen. Maar alertheid is wel geboden. Dan die verticale afspraken, dus tussen de horecaondernemer en de brouwer. Of de brouwer en de horecaondernemer, moet ik zeggen. De scheve machtsverhoudingen tussen brouwers en die horecaondernemers maken dat die brouwerijen allerlei eisen kunnen stellen aan horecaondernemingen. In ruil voor het leveren van bier en allerlei aanverwante diensten stelt de brouwerij exclusiviteitsvereisten. En mag de horecaondernemer alleen het bier van de betreffende brouwerij schenken. Er is sprake van een exclusieve afnameverplichting. Meer dan de helft van de cafés met een afnameverplichting is ook verplicht om frisdrank af te nemen bij die brouwer. Een brouwer heeft vaak... ofwel zelf maken ze dat, ofwel ze laten het, kunnen het goedkoop inkopen en kunnen dan de winst nemen. En voor een derde van de brouwer, van de cafés geldt dat ze ook gedestilleerd en wijn verplicht moeten inkopen bij die brouwerij. De brouwerijen vinden dat zij dit soort exclusieve afnameverplichtingen mogen opleggen omdat ze extra diensten leveren. Zoals het in bruik leen geven van kelderinstallaties of tapinstallaties. Ze geven een lening of een borgstelling of verhuren zelfs het pand. De brouwerij is dus niet alleen leverancier van bier, maar ook bank en huisbaas. Meer dan 4 op de 5 horecaondernemingen zijn via zo'n verticale overeenkomst gebonden aan 1 brouwer. En die binding heeft nadelige gevolgen voor het café, voor de horecaonderneming. Want de inkoopprijs van bier stijgt naarmate er meer gebondenheid is. Toch is het heel moeilijk voor horecaondernemers om onder die binding uit te komen. Want als ze overstappen naar een andere brouwer, komen ze weer in dezelfde situatie terecht. Namelijk dat ze weer gebonden afspraken moeten maken. Overstappen is trouwens überhaupt heel erg moeilijk en je ziet ook dat dat nauwelijks gebeurt. Stel je voor dat je een bruikleenovereenkomst van een kelderinstallatie op wil zeggen, dan moet je vaak de restwaarde als café van die installatie betalen en dat kunnen ze vaak niet. Je ziet dan ook dat er nauwelijks wordt overgestapt. Per jaar sinds 2005 maar minder dan 1% van de gebonden cafés. Eens gebonden blijft gebonden. Mede door die lage marges zijn er heel veel faillissementen in de horecamarkt. Maar desondanks en ondanks het rookverbod en de crisis, stijgt sinds 2007 het aantal horecaondernemingen. Hoe kan dat? Dat kan omdat er voor brouwerijen een prikkel is om overcapaciteit te laten bestaan. Bij die overcapaciteit is er namelijk minder prikkel voor de banken, minder bereidheid van banken om horecaondernemingen te helpen. En dus zijn die horecaondernemingen afhankelijker, meer gebonden aan brouwerijen. Ik sluit af. Greed is good en geld maakt gelukkig, zei Gordon Gekko. Alhoewel die gehaat wordt om die uitspraken, heeft hij wel tot op zekere hoogte gelijk. Het nastreven van eigen belang creëert welvaart. Tegelijkertijd is hebzucht 1 van de 7 hoofdzonden en is die niet weg te poetsen uit de genetische opmaak van de mens. Daarom zijn effectief concurrerende markten nodig om hebberig gedrag af te schaffen. En als de markt niet concurrerend genoeg is,
dan raakt de verhouding tussen eigen belang en maatschappelijk belang uit balans en is er een rol voor de overheid om hebzucht zo te kanaliseren dat zowel de kroegbaas, de brouwerij als de klant, de dorstige klant, een voordeel heeft bij de transactie. Proost!